Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een Elsa pop. Dit is Elsa uit de film Frozen en die kennen jullie natuurlijk allemaal wel. Je hebt er nu een nieuwe film van en die heet Frozen Fever. En daar gaat het erom dat Anna, die heeft haar verjaardag. En Elsa, die gaat een verjaardagsfeestje organiseren voor haar. En deze pop, die is een birthday party Elsa. Dus die heeft de outfit van het feest aan. De pop die is voor kinderen vanaf 3 jaar. En ik ga eens eventjes hier achter kijken. Je hebt hier de korte film die heet Frozen Fever. En daar geeft Elsa de perfecte prinsessenfeest. En dat is voor Anna's verjaardag. Je bent nu uitgenodigd om deze speciale dag te vieren. En deze pop ga ik nu uitpakken. Zo, hier hebben we dan onze Elsa. Ze heeft deze keer een hele mooie groene jurk aan. Normaal gesproken draagt ze eigenlijk alleen maar blauw. En dit is een nieuwe look. Ze ziet er een beetje uit als een bosvee met al die bloemetjes en dat groene. Erg mooi ziet het eruit in ieder geval. En ze heeft al haar schoen verloren. Dan gaan we dat maar eens eventjes bekijken. Dit is namelijk een hele spitse groen schoen en die is dus groen en heeft hoge hakken. Ze draagt dus een lange groene jurk en onder is het lichtgroen en boven is het donkerder, dus je hebt zo'n kleurovergang. En aan de bovenkant dan zie je dat topje en het is van een soort van satijnen stof. Er zitten kleine bloemetjes op en blaadjes en dat is veel donkerder groen dan daaronder. En Elsa heeft natuurlijk nog zo'n cape, want dat heeft ze eigenlijk bijna altijd wel om. Die is doorzichtig en een beetje groen. Die heeft verder nog een bladerenpatroon. En verder zitten er nog van die hele mooie bloemen op. Die zijn roze. En hier aan de schouders heb je een soort doorzichtig stofje. Het is bijna een beetje zoals het stofje van de cape. Dan van achter nog eventjes kijken. Hier heb je ook die doorzichtige stof. En met een klittenbandje kun je de jurk openmaken. Ook wel mooi is hier zo op de hoofd die bloem. En die past dan precies bij de cape. Zoals altijd heeft ze ook nog zo'n klein plukje en het haar dat heeft ze in een vlecht. Ik geloof dat de make-up er ook een beetje anders uitziet. Normaal gesproken heeft ze hele lange wimpers boven. En dat heeft ze nu nog steeds. Maar ze heeft nu paarse oogschaduw. En dat heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gezien. Ze heeft roze lippenstift op. Zo, dan doen we de schoen weer aan. Dat is dus de Elsa uit de film Frozen Fever. Jullie kunnen me laten weten in de reacties wat jullie van Elsa vinden. En of jullie Elsa leuker vinden met de oude look of met de nieuwe look. Dus met een blauwe jurk of met deze groene jurk. En of jullie de film gezien hebben, dat interesseert me natuurlijk ook. Dus laat alles maar weten in de reacties. En abonneer je verder op ons kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En bekijk ook onze andere video's. We hebben al hartstikke veel dingen laten zien van Elsa en Anna. En ook van Frozen in het algemeen. Dus die video's kun je bekijken, daar hebben we al heel wat van laten zien. En dat was het dan voor vandaag, tot de volgende keer. Doei!